framing, oftewel uitsneden. Hoe staat het onderwerp in het beeld? In een groot totaal, een close-up of medium. In het voorbeeld van Jerry's Game, daar zie je in het begin van het filmpje alleen maar close-ups en details van onderwerpen, schaakspel. En langzaamaan zie je steeds meer en is de uitsnede steeds iets ruimer. En dan zie je dus ook persoon. En hier een medium van het schaakspel, Jerry zelf en de omgeving. En bij de eerste zet gaat hij pas naar een groot totaal. Om te laten zien dat hij daar eigenlijk alleen zit. En toch niet tegen iemand anders aan het schaken is. Zo wordt de camera dus gebruikt om het verhaal te vertellen van Jerry die in zijn eentje het schaakspel opzet. En uiteindelijk tegen zichzelf gaat schaken. Van groot totaal tot detail. Je moet het allemaal doordacht gebruiken om je verhaal te vertellen. Check ook de PDF die op Blackboard staat voor de beschrijvingen van de uitsneden. Hey, Les. You got a minute? For you, Brad. I got five. So, zoals eerder al besproken, plaats je de camera op een bepaalde hoogte. Kijk je op iemand neer, zoals in dit shot. Kijk je tegen iemand op. Bijvoorbeeld in dit shot. En dat wordt nog erger als die gaat staan. En je kunt natuurlijk een neutraal perspectief hebben. Kijk je op iemand neer, zoals hier, dan is het dus echt het lulletje. Of de loser. Kijk je tegen iemand op, dan wordt het meer een held. Een neutraal shot wordt meer gebruikt om daartussenin te gaan zitten. En je ziet dus ook in de ontwikkeling van deze scène dat in het begin Lester, de werknemer, van bovenaf gefilmd werd en helemaal klein weggezet werd in het frame. En naarmate het gesprek vordert zal hij steeds meer de leiding nemen en steeds meer terugvechten. En komt hij dus steeds meer in een neutrale positie en ook groter, zoals hier ook nog weer naar voren gaan zittend, in het frame. En zijn de rollen weer iets gelijkwaardiger dan in het begin te zien was. Deel het beeld door drieën, horizontaal en verticaal. En plaats je onderwerp of onderwerpen op de snijvlakken. Gebruik de regel van derde om een interessant en goed shot te maken. Ook al eerder besproken met fotografie. Zorg ervoor dat je personen hun ogen altijd op de bovenste lijn plaatst. Zodat je een fatsoenlijk shot hebt om naar te kijken. Dat betekent ook dat je alle andere onderwerpen op deze lijnen kunt zetten. En ook op de diagonale lijnen je shots kan maken.